Peter, laatste dag. Ja, de laatste, laatste dag. Kijk, er zijn mensen die vandaag weer naar huis gaan nadat ze een paar dagen zonder hun vrouw waren. Bewust gedaan, hè? Bewuste keuze. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. Oké. Er zijn ook mensen die denken, nou kan ik eindelijk weer drinken. Ja, zeker. Maar het is de laatste middag en wij gaan de hele middag hier verslag doen. Natuurlijk van al die wandelaars die uiteindelijk vanochtend al vroeg zijn vertrokken. Hoe leuk is dat? Ja, en weet je, sommigen die hebben zoiets van, ik had nooit gedacht dat ik het zou halen. Zou jij ooit meelopen? Never, nooit, niet. Waarom niet? Nee, is een grapje. Als je al die wandelaars ziet, dan wil je toch bijna meedoen? Nee, ik wil wel, maar dit wat wij ook meemaken op die 4 dagen hier als verslaggever. Hartstikke leuk. We gaan er een topuitzending van maken. En jullie mogen meekijken met ons. Zo is het. Ja. Hallo, ik ben hier op de wedren en ik ben bij... Nienke en Bo. En deze Nienke en Bo hebben net uitgelopen, of niet? Ja. Hadden jullie het verwacht dat het zou lukken? Ja, ja wel. Ja. Ik heb getraind, dus ja, het moest wel goed komen. Samen getraind ook? Ja, ook wel. Ja. En nu, wat gaat er gebeuren als je straks thuis komt? Lekker pizza eten op de camping. Ja. Fantastisch. Nou, de bloemen heb je al. Ik vind het een fantastisch iets wat jullie gedaan hebben. Ja, ja. Ja. En de fitheid en de vrolijkheid, die straalt er vanaf. Nou, veel plezier met de pizza. Ja, dankjewel. Dankjewel. Allemaal bijzondere verhalen. Vanaf de wedren samen met onze Jessica doen wij verslag vanaf de Via Gladiola uiteindelijk naar de eindfinish. En ik zie heel veel emotie. We lopen er even toe. Hey, goedemiddag. Hoi. Wat een emotie. Wat is er aan de hand? Ja, ik ben er klaar mee. Ik ben moe. Ben je er klaar mee? Hoe komt het? Ja, ik heb pijn. Ja, wat heb je allemaal? Ja, pijn in mijn schenen. Ja. En hoeveel heb je gelopen dit jaar? 4x40. Hele opgave, hè? Jawel. Maar hartstikke leuk. Maar als ik dan mijn familie zie, dan... Gaat er toch iets? Dan voel je iets. Dan kriebelt er iets. Ja. Maar vind je het leuk dat ze aan het kijken zijn? Ja, superleuk. Tuurlijk. Ja. Maar waar heb je allemaal pijn? Blaren, knieën, spieren? Mijn wreven. En moe. Gewoon moe. Maar alle respect voor jou, hoor. Dat je het gehaald hebt. Dank je wel. Een paar meter, dan ben je er. Ja, dan ga ik mijn kruisje halen. Ja, toch? Nummertje 4 halen. En volgend jaar wel weer gewoon? Zeker, tuurlijk. Ja? Want hoeveelste keer had je dit jaar meegelopen? 4 keer. Wauw. Alle respect, hoor. Dankjewel. Daar mogen tranen bij, hè? Ja, toch. Hoort erbij. Ja. Succes. Dankjewel. En rust uit vanavond. Ga ik zeker doen. Dankjewel. Nou, was het zwaar? Nou, het valt wel mee. Het is wat te doen, hoor. Maar gewoon, na 4 dagen ben je er wel klaar mee. En hoe waren de emoties vanochtend? Blij dat ik aan de laatste bezig ging. Ja. Het is woest gezellig onderweg. Ja, woest gezellig. Vandaag viel me hartstikke mee. Gisteren vond ik zwaar. 7 heuvelen. Heb ik nooit zwaar gevonden, maar gisteren vond ik ze zwaar. En nu denk ik, ja, kom erop. En wie wacht er zo meteen bij de finish? Nou, hebben we al gehad. Ja? Mijn zusje woont aan de Sint-Anna-straat, dus daar heb ik al aan de Via Gladiola. Hè. Dus daar heb ik al gladiolen gekregen en even geproost. Fantastisch, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mensen worden bijna naar binnen gedragen, lijkt het wel. Ik zie hier wat. Hey, goedemiddag! Goedemiddag! Jullie zijn bijna binnen. Bijna binnen. 4 dagen lang gesjokt en gesjouwd. En hoe is het gegaan? Heerlijk. Hey, maar zijn jullie familie van elkaar? Ja. Dit zijn mijn broers. En hij nu ook een beetje. Ik ben aangenomen nou in de familie. Ja. En waar komt deze familie vandaan? Wiegen. Wauw. En Vught. Vught. En Arnhem. Arnhem. Nou, gezellig. Ja, heerlijk. En was het de eerste keer of? 4e keer, 2e keer, 1e keer. Eerste keer. En hoe ging de eerste keer? Geweldig. Ja? Ja, 2 vingers. Hè. Zonder probleem. Ja, lekker stoer doen, ik hoor het wel. Nee, een paar moeilijke momenten, eerlijk. Jullie zijn bijna binnen, wat gaan jullie straks doen? Schoenen uit doen. Slippers aan. En een biertje. Ja. Nou, dik verdiend. Dankjewel. Geniet ervan. Ja, jullie ook nog. Doei. Dankjewel. Doei. Keukendoeken zo. Ja, dat klopt wel. Heel veel bij elkaar moeten sparen om dit pakje wel te maken. Dat klopt. Maar hoe was hij? Hij was goed. Hij was goed? Ja, prima vandaag. Lekker. En de rest van de dagen ook. Een hele leuke tocht. Alle 4 dagen. Het is nu de 3e keer. En ze zeggen, ja, misschien volgend jaar weer, maar dan kijken we dan wel weer. En je loopt alleen? Ik loop alleen.
Ja, ja, ja. Lijkt me zwaarder, maar ook wel mooier. Nee, nee, nee. Voor mij persoonlijk vind ik alleen fijner. Je komt toch wel mensen tegen, maar je kunt wel je eigen tempo gaan houden. En als je met twee of met drie loopt, moet je iemand anders tempo ook aanpassen. En dat is niet zo fijn. Nou, zoals ik het zo hoor, volgend jaar weer hoor, denk ik. Misschien wel, ja. Ja, hè? En de andere theedoekkleurtjes of... Ja, dat zien we maar weer, hè. Ja. Dat is wel mooi, hoor. Ja, fantastisch. Okay. Dankjewel. Goedjes. Hoi, hè. Ga naar de finish. Ja. Alle mensen lopen mee, allerlei nationaliteiten, maar ik zie hier iemand lopen die, ik weet niet, dag meneer, goeiedag. Mag ik iemand vragen? Hoe gaat het? Een Zwitser. Wat zegt u? Ik spreek een guy in Duits. Gaan ze goed? Ja, tip top. 33ste mal. Oh. 33. 33. Ja. Viele geluk. 78. Ah, zeer goed. Have a nice day. Ik heb hier iemand die vandaag voor de 40ste keer meeloopt. Ja. Oh, wat goed zeg. Geboren en getogen in Nijmegen. Ja, ik hoor het een beetje, hè. Ja. Hey, en de familie, loopt die mee of alleen maar nu even? Alleen maar nou, zij heeft hem ook in heen gelopen. Hij heeft er mee gelopen. En de laatste 3 kilometer lopen we dus met z'n vijven. Oh, wat gezellig, zeg. Ja, dat vind ik. Stoer van oma, of niet? Ja. Ga jij oma ook even naar als je ouder bent? Ja. Dan ga je dan ook minstens de 40 keer verlopen? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Want hoe oud is oma? Oeh. 73. Ik vind het een hele prestatie. Maar zij loopt ook wel naar de avondvierdaagse. Ja, dus. Maar dat zijn niet zoveel kilometers als u, hè? Nee. En maar hoe gaat dat op die leeftijd? Gaat dat nog net zo goed als 10 jaar geleden of 20 jaar geleden? Nou, ik voel nou wel meer dingetjes, maar verder. Ja, het is goed voorbereide week. Ik loop bijna wekelijks met een wandelclubje, dus... Leuk, hè? Ja, dat en nu lekker leuk, binnen via deze straat. Dadelijk intocht, de inkomst, het kruisje halen. En dan vanavond vroeg naar bed. Dat zeggen heel veel mensen, het kruisje. Ja, maar dat is geen kruisje, hè? Nee. Wat krijg je? Een medaille! Ja, medaille. Het moet wat stoerder zijn. Een medaille! Ja, dat is een grove medaille. Ja. Nou, succes en geniet nog van de laatste meters. Dank wel. Doeg! Dank wel. Dank je wel, hè. Hallo? Hallo. Ja? Wat doen jullie hier? Jullie wachten op wie? Op Esther. Op Esther. En ja. Dat is jou? Wat zeg je? Wat is jou? Dat is jou? Wie jou is? Wat Esther is van jou? Mijn nichtje. Oh? En sta je hier elk jaar om? Als ze meeloopt wel, ja. En jij ook? Ja. Ja. En denk je dat ze het gaat halen? Ja, ik denk het wel. Het is er bijna. Als er regen komt, dan zitten jullie droog, hè? Nee, ik denk het niet. Oké, prima. Hey, succes! Succes! Dank je. Doei. Gladiolen, gladiolen en nog eens gladiolen! Ja, fijn, hè? En bier. Kom eens hier, en bier. Dat is het belangrijkste. Hoe is het gegaan? Proost. Goed. Ja, heel goed. Ja. Hey, zoveel gladiolen. Ja. Van wie heb je die gekregen allemaal? Vrienden. Toch? En papa? Ja. Hey, en de dames aan het bier? Ja. Proost. Ja. Hey, is goed gegaan allemaal? Heel goed. Ja. Toppie. Ja. Je wil aan het bier, hoor ik. Ja, heel graag. Ga lekker je gang. Succes. Dankjewel. Doeg. Ik denk het, hè? Doeg. Ja, nou wat een enthousiasme. Sorry. Is oké, hoor. Wat een enthousiasme. Ja, nou, ja, geweldig. We zijn weer binnen. Ja, en dat zo voelt of het ook. Of is dat een understatement? Dat is een understatement, als ik naar u kijk. Ja, nou, maar ik ben blij dat we er weer zijn. Ja, met hoeveel zijn jullie? Ja, er lopen die twee mannen daar. Ja. En wij komen helemaal uit het Westland. Om even onze wandelcapaciteiten te laten zien. En dat doe je goed. Ja, het is fantastisch gegaan. Prachtig weer en leuk om te doen. Ja, goed om te zien dat je snel binnenkomt. Als er zo'n mooie vrouw een interview afneemt, wat wil je dan nog meer? Dan is de binnenkomst is bijgeslagen. Fantastisch, hou hem erin, hou hem erin. Hey, hartstikke goed, bedankt. En dan kijk. Mooi of niet mooi? Ja, waarom? Zo'n mooie hoed. Voor de zon en voor de regen. Ja, want we krijgen zo regen. Ja, maar daar heb ik geen last van. Nee. Hey, hoeveelste keer? De eerste keer en de laatste keer. En waarom dan? Nou, Jussie hebben een probleem. Ze zijn alle twee kapot. Echt waar? Ja. Heb je wel geoefend en getraind? Ja. Maar? Te weinig dan. En hoeveel blaren heb je ongeveer? Nou, linker is kapot, komt bloed uit. En rechter is 2 keer kapot, komt ook bloed uit. Maar wel een diehard, hè? Maar je gaat wel door op de laatste dag.
Nog 1 kilometer. En dan moet je nog even stoppen voor mij ook nog. En dan ga ik nog een biertje halen. Heerlijk. En dan lekker naar huis? Nee, morgen pas. Waar woon je? Heerenveen. Heerenveen. Lekker in het Friesland, lekker rustig aan doen morgen. Heb je hem door? Lekker uitslapen. Juist. En verwend worden. Juist. Dat is ook belangrijk. Ja, wel. Samen, hey, hè? Geniet ervan. Juist. En misschien tot ooit een keer. Misschien. Doeg. Dit is Fred Flintstone. Fred Flintstone. Oh ja, Fred Flintstone. Waarom? Collega van de gemeente Vlissingen bij Kariningen. Ik loop nu als Fred Flintstone vandaag. En gisteren ook? Nee, gisteren als gewone loper. Oké. Okay. Maar Fred, je hebt het wel gehaald, hè? Ja, als je begint, dan moet je het afmaken. Bijna. En we zitten onder de blaren. We moeten nog een stukje lopen. En 4 dagen lang met deze trotse vlag, hè? Kijk, als je... De Zeeuwse vlag en top. Als Zeeuw, wat je begint, maak je af. Als Zeeuw. Wat je begint, maak je af. Tuurlijk. Als je ergens aan begint, dan moet je het afmaken. Geen halve werk. En die blaren die komen en die gaan wel weer. Die gaan, op een bepaald moment gaan die blaren weg. En de prachtige ervaring van collega's, van de omgeving, van het publiek, nou, die vergeet je nooit. En de feesten. En de feesten. Want vanavond gaan we door met feesten. Oh ja. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Gaan we niet saai terugrijden, hè, naar Zeeland? Doe ik nooit. Morgen pas. Morgen pas. Morgen vertrekken we naar Zeeland met een glimlach van oor tot oor. Oké, okay, die houden we erin. Ja. Heel veel plezier nog vanavond. Ja, dankjewel, hè. Dag mevrouw. Dag meneer. Lukt het allemaal? Ja, het lukt. U was iets aan het versturen? Ik was ook iets aan het versturen, ja. U heeft gelopen? Ja. Hoeveel? 30, 34. En u loopt er nog zo vitaal uitgerust bij? Ja, dat is heerlijk. Het komt nou een beetje op gang. Oh, echt waar? Dus, ja, dus het moet geen 4-daagse zijn, maar een 8-daagse? Nou, ongeveer 40 kilometer. Dat is de leukste afstand. Ja, toch wel? Dat vind ik de leukste afstand. Maar goed, het ging nu ook goed. Ik heb er erg van genoten. En alleen gelopen met al die andere alleen wandelaars? Alleen genoten en ik kwam erg veel familieleden tegen langs de kant. En vrienden onderweg. Dus, Heeft u een tip voor de 4-daagse? Voor al die mensen die aan het kijken en het luisteren zijn. Die denken van, hey, die vrouw die is zo ontspannen. Ja, heb je een tip? Ja, ik weet niet. Geniet er gewoon van wat je doet. Geniet van iedere stap. Ja, dat is belangrijk, denk ik. Ja. Mochten ze willen gaan lopen, ga gewoon lekker trainen. Dat voorbereiding is belangrijk. Ja, mijn eerste 4 dagen heb ik 4x40 ongetraind gelopen. En daarna ben ik gaan trainen en dat maakt het leuk. En dat houdt u zo enthousiast. Maar dit is sfeer is ook zo leuk. Ja, fijn, hè? En niemand loopt pijnloos. Dus dat, nee, dat is waar. Dus hey, succes nog die laatste meters. Nou, en tot volgend jaar. Tot goed, dankjewel. Doei. Hallo dames! Hallo dames! U kunt doorlopen! Ja, wat zie ik nou? U heeft het gehaald! Heerlijk, hè? Geweldig, ja! Geweldig, ik ben heel blij. Ja, ik kan het ook aan jullie zien! Ja, ja. Ja, ja, de 16e keer. De 16e keer? Samen ook de 16e keer? Nee, de 2e keer. Oh ja. Maar we hebben het virus te pakken, dus... Oh, heerlijk. Dus er gaan meer keren samen komen. Ja, zeker. Zeker. Volgend jaar misschien. Het is weer zover, hè? Je mag weer drinken. Nou, ik moet heel stiekem bekennen, dat doe ik al een paar uurtjes. Maar hoe was het? Hoe was het deze keer? Geweldig. We hadden perfect weer. En we hadden ons eigenlijk moeilijk iets beters kunnen wensen dan afgelopen week. Het is niet jouw eerste keer, hoor ik al? Nee, het is mijn 3e keer. Oké. Okay. En denk je nou als je zo meteen klaar bent van nou, dit ga ik gewoon meteen volgend jaar weer voor inschrijven? Ja, stiekem wel. Ja, hè? Shit. Dat is toch fantastisch. Heb je gefeest deze week? Nee. Nee, je kan maar lopen of drinken. Alleen niet tegelijk, helaas. Ja, maar goed, je bent nu een paar uur begonnen. Je gaat denk ik wel een paar uurtjes door met het drinken. Ja, natuurlijk. Nee. Nou, geniet ervan. En je hebt het bereikt weer, je 3e keer. Hell yeah. Hell yeah. Hey, hoor je. Ze lopen allemaal mee en wat ze ook aan hebben. Soms is het leuk, soms niet. Hallo, hallo, goeiedag. Goeiedag. U valt op. Is dat zo? Ja, weet u niet waarom? Nou, ik heb niet zo barre veel aan. Dus bij. Het, ja, niet veel, nee. Ja, ja. Hoe komt het? Ja, alles keurig netjes gestreken vanmorgen voordat we weggingen. En wij bemerken wel onderweg dat we opvallen. Blijkbaar iets hebben wat een ander niet heeft. Hoe komt het om dit aan te trekken? Mevrouw had vitrage over.
Dus we hebben nou een doorzoonkamer waar je gewoon doorheen kan kijken. En ja. Dan heb je dit van gemaakt. Het ziet er wel heel beeldig uit, heren. Ja. Buig eens even naar de camera. Buig eens even, ja. Kijk eens. Ja, daar doen we het vandaag voor, toch? Precies. Succes nog. Dankjewel. Yay, you did it. U staat hier te wachten op wie? Op mijn broer en op mijn zoon. Oh, Jean Dru. En die hebben al een paar keer meegelopen, zo te zien. Mijn broer wel, mijn zoon voor het eerst. Helemaal geweldig. Ja, en lekker aanmoedigen die handel, hè. Gewoon doorgaan. Yeah! Go! Wow, wow. Go, 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 go. Hey! Hey! Go, go. Nou, ze zullen het niet snel vergeten. En jij bent? Jake. En wie loopt er van jou mee? Je vader? Ja. Oh, geweldig, man. Dus als hij zo meteen binnenkomt, dan krijgt hij dit bordje van jou. Ja. Ja, geweldig. Nou, mooi, ze zullen het nooit vergeten. Nee, inderdaad niet. Helemaal geweldig dit. Vijfen! Hey! Zo kan hij dus ook, hè? Yeah! Ja, het wordt steeds gekker. We zijn blij, we zijn blij. Het is druk vandaag. Vandaag met alle mensen die binnenkomen natuurlijk. De laatste metertjes. We zijn hier bij de start en finish. En ik zie hier een aantal parapluutjes. Ik kom er even onder lopen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gezellig hieronder, zeg. Ja, met mijn kleindochter, hè. Dat is bijzonder. Wie heeft er gelopen? Wij alle twee. Alle twee? Ja. En waarom heb je dit op? Regent het al? Nou, nee. Mijn andere kleinkinderen zijn aan het knutselen geweest. Hè. Ah, en die hebben dit bedacht? Juist, ja. Maar het gaat zo regenen, dus het komt eigenlijk wel heel goed uit, hè? Ja, nee, dat is helemaal prima. Hé, hey, hoeveelste keer loopt u mee? Voor de vijfde. Voor de vijfde? Ja, ik heb altijd met mijn kleinkinderen gelopen. Ja. En nu was zij in de beurt. Dus vandaar. En volgend jaar weer, hè? Met de andere kleindochter. Heel goed. Nou, tot volgend jaar dan. Ja, en hou het droog. Ja, dank je. Oh, je had hem wel. Ja, hadden we. Ja, we gaan een heel gesprek houden, want jullie wilden een foto nemen omdat het een bijzonder moment is. Ja, tuurlijk. Het is toch hartstikke speciaal. Wat is er aan de hand? Hoe komen jullie hier allemaal terecht? Ja, we hebben moeten lopen. Dat is de ellende, ja. Dat konden we niet anders. We hadden liever de bus gepakt. Maar dat mocht niet. Nee. Stomme leiding hier. De bus reed ook niet. Je hebt sommige punten. Oh, ja, want er waren allemaal lopers. We begonnen al als zich verslapen vanmorgen. Ja, het was bijna te laat. Voor de bus. Dus maar hoort erbij, laat. Toch? Hoor, wat een sfeer, zeg. Brandenvoort, Helmond, lopersgroep. Lopersgroep, Brandenvoort. Oh, moeten we nog even reclame maken? Ja! Ja. Hoppakee! En jullie zijn ook bij elkaar gebleven. Bij al die tijd. Al die tijd. Knap van ons, hè? Ja, het ging heel goed. En heel gezellig. Ja, super gaaf. Lekker eten onderweg, veel snoepen, dat is heel goed. Want je denkt dat je kilo's verliest, maar dat is dus niet. Echt niet waar. Je komt alleen maar bij. Dat is helemaal erg. Maar goed. Nou, Nijmegen is heel blij met Helmond. Ja. Zeker. Ja. Nou, nog. Zeker. Blij met Nijmegen. Volgend jaar weer, hè? Ja. Ja. Het was de eerste keer, hè? Het was de eerste keer voor ons allemaal. Respect. Wij danken u namens deze feestcommissie. Tot ziens, bedankt. Houdoe. Enthousiasme, gekleed in allerlei kledij en ik zie ballonnen. Goedemiddag! Goedemiddag! Ballonnetjes! Ja. Hallo! Waarom kiezen wij voor ballonnen? Nou, gewoon hele geweldige vrienden langs de kant. Die hadden ze helemaal gemaakt. Ja. Dus we hebben ze net op, hè. Ja, waar komen jullie vandaan? Uit het zuiden? Valkenswaard. Valkenswaard? Ja. Mooie Valkenswaard. Echt waar, echt mooie Valkenswaard. Echt Brabanters, hè. Hey, hoe was Nijmegen deze week? Ja, geweldig weer. Echt geweldig. Ja, echt top. Ja. Hoeveel hebben jullie samen gelopen? Samen. Of niet samen? Ja, we hebben wel samen gelopen. Heel veel. Samen meer dan 60, hè? Samen. Maar ging het goed? Ja, gaat prima. Ja, geweldig. Ja. Geen pijntjes? Gaat helemaal prima. Geen pijntjes onderweg? Nee, eigenlijk niks. Geen blaren, niks. Dus, wat zijn jullie van elkaar? 41 jaar getrouwd. Wauw! Ja. Complimenten en dan ook nog samen lopen. Ja, het was helemaal geweldig dus. Helemaal top. Wat was de leukste dag deze week?
De leukste, ja, is eigenlijk toch wel de laatste. Ja. Jawel, jawel. Al die mensen, oh, geweldig. Ja, iedereen. Ze staan er speciaal ook voor jullie, hè? Ja, 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 dat kan wel. Ja, maar dat is ook helemaal geweldig. De laatste ook nog gewoon 10 dik, dus dat is helemaal top. Maar dat hebben ze niet in Valkenburg, toch? In Valkenburg weet ik niet, maar wel de Valkenswaard. Valkenswaard. Onder Eindhoven. Oh, sorry, ja. Ja, ligt, kleinigheid. Ligt in de buurt, hè? Ligt gevoelig, hoor. Hey, veel plezier nog naar de eindfinus. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Ciao, ciao. Dankjewel. Ik loop met een vriendin samen, maar die loopt hier ergens. Die ben ik een beetje kwijtgeraakt. Die bent u kwijtgeraakt. Ja. Hoe is het gegaan? Goed, hoor. Ja, ja. Prima. Heerlijk weer, hè? Heerlijk weer. En gisteren met Bergendal en de Heuvelrug. Ja, wel eens een beetje warm, maar och, beter dan regen. Oh, ik vind u zo dapper. Hoeveelste keer is dit dat u loopt? Maar de derde keer. Wat zegt u? De derde keer. De derde keer? Kijk, alternatieven. In de coronatijd heb ik wel alternatief gelopen. Ja, ja. Ja, maar mag ik dan zo, toch zo brutaal zijn om te zeggen dat u toch op latere leeftijd hebt bedacht, ik ga de Vierdaagse lopen? Toen mijn man overleden is, toen ben ik gaan lopen. Ja, ja. Dan moet je iets anders gaan doen, hè? Wat denkt u dat hij nu denkt als hij u zo ziet? Ja, dat zou hij geweldig vinden. Ja. Ja, 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 ja. Nou, ik heb dat ook, hoor. Ik vind het fantastisch. Ja, ja. Nou, wel thuis voor straks. Ja, dat zal wel lukken. Ja, 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 hoor. Ja. Ja, je hebt de beker al bij je. Ja, zeker. Maar goed van je. Ja. Jij ging er al vanuit dat je hem ging halen, hè? Nou ja, het is nu nog 400 meter, dus dan is wel het, nee, niet eens 200. Dus, dan heb je hem gekregen? Van de tante van mijn vrouw. Wauw, ja. Goed. Ja, zeker. Je ging er vanochtend al vanuit dat jij ging binnenkomen vandaag. Ja, daar waren we allemaal wel een beetje van uitgegaan. Het was zo'n vierde dag is toch, ja, desnoods kruipend over die finish. Maar je gaat er overheen. Maar volgens mij is jouw reden goed afgegaan deze week. Redelijk. Dus je ziet er nog best wel vitaal en lekker relaxed uit. Ja, paracetamol is je vriend. Oh, ja. Heb je er veel op vandaag dan? Best een beetje. Best een beetje. Ja, ja. Wat, heb je veel geoefend hiervoor? Of? Ja, wel flink getraind, maar ook in je training bereid je eigenlijk nooit voor op 4x50. En ja, dat is toch altijd wel een end, maar het is gelukt. Ja, het is gelukt. En hoe voelt dat nu als je hier dan loopt vandaag? Opgelucht, moe, maar ook gewoon ja, trots. Ja, dat mag fijn, best zijn. Fijn om hier te zijn. Hey, en wat ga je het weekend doen, nu? Ik ga morgen op vakantie. Oh, dat is beter. Ja, dus straks de auto inpakken en dan meteen weer lekker door. Waar gaat de reis naartoe? Luxemburg. Lekker. Lekker met de voetjes in het koude water. En dan weinig lopen, denk ik, de komende heel weken. Heel weinig lopen, ja, zeker. Het is je gegund. Succes naar de finus. Ja, dankjewel. En dankjewel, hè. Yo, dankjewel. Hey. Ik zie weer allemaal gladiolen. Hallo. Hallo. Je bent binnen. Jij bent binnen. Hoe voelt dat? Oh, super fijn. Het is zo verrassend goed gegaan. Ja. Voorbereidingen liepen slecht. Maar het is de mensen, de muziek, alles stilt je op. Is dat de eerste keer dat je loopt? De tweede keer, maar dat is 30 jaar geleden. Zo. 30 jaar geleden. Dat was 1949. Ja. En het is ja, veranderd, maar super mooi. Wat is nou het verschil met 30 jaar geleden bijvoorbeeld dan? Niet zo druk. Weet ik niet meer. Maar niet zo druk, denk ik. Ik weet het niet meer, meneer. En de mensen zijn enthousiaster misschien ja, nu? Nou, ja, weet ik niet. Toen ook al, want ik wil op kamers gaan. Ja. Juist door de Nijmeegse Vierdaagse die ik meemaakte. Nee. En nou, en dan is mijn zus daarachter. En we zijn er samen doorheen gegaan. Ik ben blij dat je binnen bent. Ik ben blij dat en wat ga je doen als je binnen bent zometeen? De schoenen uit. En dan? Lekker alles naar toppen laten komen. Even bijtanken. Even bijtanken. Ja. En volgend jaar ga je dan weer meedoen of ga je 30 jaar dat wachten? Weet ik niet, dat weet ik niet. Daar moet ik even nadenken. Je kunt er nog een jaartje over nadenken. Een klein jaartje. Is, inderdaad. Inderdaad. Succes dank en tot volgend jaar misschien. Doei. Hallo. Hallo. Kijk eens aan. U kunt van alle kanten bekeken worden. Alle kanten. Ja. Alle kanten. Ja, ja. U heeft en ik zie de finish. U ziet de finish. Ja. Ja, we hebben het gered. Ja. Heel blij mee. Nou, het klinkt wel alsof het toch wel een opgave was. Nee. Zesde keer. Ik weet wat het is. Okay. Dus ik heb meer meegemaakt. Ja. Ik weet de finish te vinden nou. En de andere ook. Een biertje. De andere weet ook wat het is. Ja, de andere weet ook wat het is. Ja. Ja. Okay, dus het biertje gaat zo meteen gepaard met... Nog schoen uit. Nog een biertje en de schoen uit, ja. Ja, inderdaad. Ja. Oké, nou geniet ervan. Dankjewel. Jullie dragen elkaar naar binnen, of niet? Ja, ja, dat klopt. Zonder hem had ik het niet gekund, denk ik, die laatste vijf jaar. Ja, dus mijn oude huisgenoot, goede vriend en die helpt me er toch overheen. Was het zwaar dan, de laatste meters?
Ik zou zeker zeggen dat de laatste 5K die was echt zwaar. Ja. Maar hoe komt het? Niet goed geoefend, niet goed getraind? Zeker hard getraind, maar het schoot in de schenen. Ah. Ja, en dan, ja, wat doe je dan? Alleen vandaag of de rest van de week? Alleen ook die laatste 10K. Het heeft een beetje geregend, maar dat mag de pret volgens mij niet drukken. Hallo, hallo. Hoi. Je bent binnen. Ja, zeker weten. En een beetje nat. Ja, nou ja, dat heb je als je een beetje regen onder water hebt. Maar hele leuke dagen gehad, denk ik, toch? Zeker, heel erg veel van genoten. Vooral de eerste keer. Was het de eerste keer? Ja. En volgend jaar gewoon weer? Denk het niet. Je hebt en genoten, zeg je, maar volgend jaar niet nog een keer? Ik heb hem opgedragen aan mijn vader die ontvallen is in april. Oh, echt waar? En was dit een soort afspraak of een herinnering? Nee, het was of een uitdaging van mijn tante. Oké. Okay. Dus, en daardoor wel mooi weten te volbrengen. Zeker weten. Oké, okay, je vader een mooie leeftijd bereikt? 85. 85. Dat is wel toch een heel mooi iets om dat voor je vader te mogen doen. Zeker. Ik denk dat hij heel trots op je zal zijn. Zeker. Dat is heel belangrijk. Dat zal hij zeker. Ja, mijn complimenten in ieder geval. En denk er nog eens na voor volgend jaar. Want wie weet. Wie weet. Het is wel goed voor de conditie. Het is gezellig. Er is heel veel sfeer. Het is heel gezellig. Maar die laatste loodjes, die breken toch echt wel. Ja, waar is ze zwaar vandaag? Nee, maar ik vond het langdradig worden. Langdradig? Ik had op een gegeven moment echt zoiets van, komt er nu een eind aan die andere straat? En die kwam maar niet. Daarom, ik kwam maar niet. Maar nu sta je hier. Nu sta ik hier. Vond van harte gefeliciteerd, want je hebt het gehaald. Zeker weten. Nou, ga lekker genieten van een drankje. Zal ik doen. Dankjewel. Dankjewel. Oké, hoi, hoi. Hallo daar, hallo daar. Jullie hebben hem binnen, denk ik. Ja, ja, het is gelukt. Het is gelukt. Het is... Hebben jullie samen gelopen? We hebben de hele vierdaagse samen gelopen. 40. Ja. Ben ik ook nog jarig? Nee, nee, 40 kilometer. Per dag. Ja. Nou, geweldig, hè? Maar jullie zien er ook trots uit. Ja, het was ook heel leuk. Ja, dat was heel leuk. Dat was heel leuk. En best wel, wij zijn ook wel trots op onszelf. Ja, toch? Het is heel knap. Ja. Moet je ook zijn, hè? Ja, toch? Ja. Ja, vind ik wel. Was er veel gesprekstof onderweg? Nou, we waren vooral heel erg in onze modus en af en toe was het zo van, hé, hey, zie daar of dat. Of een, dat ging eigenlijk gewoon heel lekker. We hebben gezongen. Veel gezongen. Veel gezongen. Fucking hell, vertel. Doe één liedje. Jullie hebben vast en zeker één liedje. Dat je denkt, dat is een liedje. Ik doe mee, hè, als ik hem ken. Nou, Ja, we hebben heel veel gezongen. We hebben heel veel gezongen. We hebben allemaal gezongen. En heel melig en flauw. En, ja, heel goed genoten. Niet één bijzonder liedje. Nee, maar een liedje als je bijvoorbeeld hiermee zou moeten meezingen. Deze heb ik niet zoveel gehoord eigenlijk. Ja. Dit wordt een hele lange uitzending als ik op jullie moet wachten. Nou, heel veel follow the leader en dat soort dingen. Ja. Gewoon van die looptempo nummertjes. Oh, okay. Ja. Lekker door. Nou, nu verder genieten. Dankjewel. Doei. Ook jongere mensen lopen mee. Hallo daar. Hallo, mooi. Hoe is het? Wel goed. Ja, wel goed. Ja. Oh, je bent even wat aan het eten. Dat is best lekker. Ja. Ja, hoe ging het eigenlijk? Het ging wel goed op zich. Ja? Ja. Was het je eerste keer? Ja, dat was een, ja. Want volgens mij mocht jij vorig jaar nog niet meelopen, hè? Nee, ik mocht vorig jaar nog niet meelopen. Met wie liep je? Met mijn moeder. Gaaf, man. Ja. Ja. Ja, dat. En heeft zij jou een beetje op de been gehouden of was jij eigenlijk degene die haar voortsleepte? Nou, eigenlijk was ik de laatste tijd meer de begeleider van mijn moeder. Oh, jij hebt haar begeleid? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus vanaf nu heeft jouw moeder eigenlijk jou nodig om door die vier dagen heen te komen? Ja, eigenlijk wel. Licht eraan. Ik vind het dapper hoor. Wat vond jij het allerzwaarste? De tweede dag. Verre weg, die was het langst. Omdat die lang was, niet omdat het gewoon lichamelijk zwaar was, maar lang, langdradig. Ja, lang en best wel saai. Ah. Ja. En vandaag met het binnenkomen hier in Nijmegen? Dat was wel leuk, het was wel heel druk de hele tijd. Van ongeveer het begin van de straat. Nou, ik vind het heel dapper hoor, ik hoop dat je vaker meeloopt. Ja, dankjewel. Hoi. Ja. Mensen zijn binnen en dan gaan ze even uitrusten, even zitten. Mevrouw, mag ik naar u toe komen? Hallo. Oh ja, hallo. U zit er zo lekker ontspannen even bij. Ja, heerlijk toch? U bent binnen. Heerlijk hè? Hoe voelt het? Oh, geweldig.
Ja, ik ben trots op mezelf en op mijn dochter ook. Ja, want was het de eerste keer? Voor mij wel, ja. Voor haar de tweede keer. Dus vorig jaar was het al van, als ik nog een keer ga, ga jij dan mee, mam? Dus zij heb ik de heel stoer gezegd van, doe ik wel. Ja, nu was het zover. Maar is samen goed gegaan? Ja, ging heel goed, hè. Ja, gelijk het red. Ja, dus dat ging heel mooi. Wat was dan nou de leukste dag van deze week? Ik denk gisteren. Maar zo snel en ja. Allemaal. Ja. Vertel maar, ja. Oh nee, gisteren ging het gewoon heel snel en al die dorpjes was helemaal gezellig en het ging echt super door. Ook die zeven heuvelen, dat ging top eigenlijk. Heb je ze nog geteld, die zeven heuvelen, of niet? Ja, ik weet dat er geen zeven waren, maar daar is ook alles mee gezegd. Dus. Maar is die nou ook echt zo zwaar, die zeven heuvelen? Valt dat wel mee? Ja, wij vonden het wel meevallen, maar het is gewoon heel mooi. Heel mooi, al die doorkijkjes over die landerijen en al die mensen langs de kant met allemaal lekkere dingetjes. Je kunt je echt helemaal, net zoveel calorieën als je eraf loopt, kun je er ook weer aan snoepen. Nee, want dus jullie komen hier niet vandaan, denk ik. Nee, wij komen uit Brabant, bij Os vandaan. Oh, ja. Dat is ook dichtbij. En zij woont in Schotland, ze komt daar speciaal hiervoor. Echt waar? Ja, ik woon in Schotland. Dus ja, de afgelopen 2 jaar woon ik in Schotland. En ik ben al 2 jaar teruggekomen voor de Vierdaagse. Dus misschien volgend jaar weer, maar dan is het extra leuk, want dan hebben mama en dochter heel veel te bepraten. Wat is dan? Ja. Mijn moeder is ook fijn. Nou, dat is helemaal een extra bonus. Helemaal bijgepraat? Ja. Alle geheimpjes weer gedeeld samen. Ja. Alles is weer uitgesproken. Ja. Wanneer ga je terug? Zondag al. Dus, Het komt goed. Volgend jaar gewoon lekker weer samen lopen. We gaan het gewoon weer zien. Ja, ja. Maar lekker uitrusten. Het was in ieder geval van alle kanten was het gewoon hartstikke leuk. Ja. Ik zie het aan je. Ik heb helemaal genoten. Ja. Nou, geniet nog even van het uitrusten. Ja, gaan we doen. En volgend jaar gewoon lekker samen weer. Gaan we doen. Dankjewel. Okay. Hè. Dag dames. Dag. Ik heb even mijn cameramaneer erbij gehaald. Oh zo. Ja, zo. Want u bent wel enorm uitgedost. En u heeft ook nog een heel klein wandelaartje bij u. Ja, en die is wel heel bekend geworden. Hoe dan? Nou ja, als je hier binnenkomt en iedereen zit Fifi te roepen. En als je hem nou 4 dagen meegehad hebt. Dan weet je dat de mensen elke dag geweest zijn. Dus Fifi is 4 dagen mee geweest. Ja, niet alleen Fifi, maar ik heb er ook nog eentje bij. En kijk. Dat is Fluffy. En dat is de mensen, jongen. En dan heb je een medaille krijgen op het eind. Maar weet je wat me meer zegt? Die gulle lach op die gezichten van die mensen. Ja. En daar doe je het voor. En daar geniet ik van. Dat snap ik heel goed, hoor. Ja. Maar gaan Fluffy en Fifi elk jaar mee? Nee, deze dat is het gek uit geboren. Ik heb hem een keer meegenomen en toen hadden we Roze Woensdag. We hadden de Elfstedentocht gelopen. Ja, dat doen we eigenlijk met z'n vieren elk jaar wel. Maar toen zei een vrouw, die had hier de Nijmeester voor 25 keer gelopen. En die zei, als het Roze Woensdag is, dan moet je iets roze aan doen. Toen zei ik tegen mevrouw, als jij dat tasje met dat hondje nog hebt, wat die meiden van mij gekregen hebben, dan moet dat mee. Ja, en dan gaan de raadjes draaien en dan is het hek van de dam. Dus op een gegeven moment kwam er een meid, die kwam naast me lopen tijdens de eerste 4 dagen en die zei van, maar meneer, komt dat hondje ook eens uit de tas? Ik zei, hé, uit gekheid zei ik, ja, ik ben vandaag ook uit de kast gekomen. En mijn vrouw lachen. En toen zei die meid, die zei tegen mij van, hé meneer, ik ben vandaag ook uit de kast gekomen. Nou, maar ik zei, dat maakt niet uit. Ik zei, dan zijn we met z'n drieën. En daarna, toen had ik een selfie stick en die koppelde ik aan het hondje. En sindsdien is hij elke dag, of elke keer is hij mee. Dus dat is het verhaal van Fifi. Fantastisch. Ja, toch? En daar geniet je van, toch? Maar dat ze zoveel aandacht ook krijgen gedurende de 4 dagen, dat is toch mooi. Dat geeft wel een beetje aan hoe warm de 4-daagse is natuurlijk. Ja, waren de mensen iedere dag maar zo, denk ik. Ja. Absoluut. Ik wens u een hele fijne avond. Ja, dankjewel. Het gaat vast lukken, denk ik. Ja. We gaan nu feestvieren. Precies. Ja. Tot volgend jaar. Ja, absoluut. Nou, sommige mensen lopen moeilijk. Ik loop er even, jonge dame, gaat niet helemaal goed of wel? Gaat fantastisch. Ben je al klaar? Ben je al binnen? Ik ben klaar. Kijk, ik heb hem. Oh, gefeliciteerd! Ja, ben je niet blij? Ik ben heel blij, heel trots ook. Want het gaat niet zo heel goed volgens mij. Nee, ik tel er voor mij 11 blaren. 11? Ja. Op allebei de voeten? Samen. Samen? Ja. Oh, dat is 6 en 5. Dat valt nog mee. Op welke kant zit de meeste? Ja, maar ik weet niet, evenredig. Was je eerste keer? Ja. Ja. Ga je volgend jaar weer meedoen? Ah, weet ik niet. Misschien al 40, niet 50. Oh, je hebt 50 gelopen. Ja. Wel respect hoor. Ja, dankjewel. En dan toch nog gehaald en al zoveel blaren. Ja. Wat is dan de drijfkracht
ondanks die blaren om door te lopen? Ja, dat is een goeie. Ja, je gaat door. Stoppen is geen optie. Nee, maar er is wel iemand die je ophaalt uiteindelijk als het niet goed gaat. Ja, mijn tante stond op te wachten. Ja. Ja. Maar fijn hè, dat je het volbracht hebt. Ja. Maar wat was de reden dat je dit jaar meeliep voor de eerste keer? Waarom? Ik heb het samen met mijn broer gedaan, maar we wouden al langer lopen. En ja, dit jaar kwam het ervan. Ja. Maar ik weet niet, het is niet echt specifieke reden. Kijken hoe ver je komt. Je zei tegen je broer, kom joh, wij gaan dit jaar meelopen. Punt. Hij degene die zei, kom joh. Hij was degene. En ook daarom doe ik ook 50. Ja, precies, maar jij hoeft geen 50. Precies. Maar het is wel een extra prestatie. Ja. Als je al de 40 had gelopen, had je misschien iets minder blaren gehad. Dat denk ik wel. Ja, ja. Nou, ik zou gewoon volgend jaar nog een keer meelopen en dan gewoon de 40 bijvoorbeeld doen. Dat is goed, doen we dat. Ja, maar je dik verdient. Gefeliciteerd. Je mag trots op jezelf zijn. Dat ben ik ook zeker. Nou, tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Oh, er komt er nog één aanrennen. Oh, dan gaan we terug. Ja, er komt er nog één aan. Dan gaan we even naar voren toe. Oh jee, is deze meneer moet u nog naar binnen komen. U moet nog naar binnen. Kom, u moet nog naar binnen. Dan rennen we met u mee. Kom maar. Ja. Oh. U bent nog net op tijd. Zo. Ja, kom maar. Hoe loopt u? 50? Het is 50. Links. Ja, links. Kom maar. Ja. Ik hoop dat we op tijd redden. We lopen met die meneer mee. Geen idee hoor. Heel goed, heel goed. Aan de kant allemaal. Nou. Ja. Oh. Ja, hopelijk gaan we het op tijd redden. Ze zijn nog niet opgeruimd. Oh. Oh jee. U moet daar die kant op. Die kant moeten we scannen. Ja. Helemaal op het einde. Zijn er nog scanners? Ja, als goed is wel. Oh nee, meent u niet? Ik heb geen scanner meer. Ik heb geen scanner meer. Wat zijn meen je niet? De scanners zijn opgehaald. Het is 6 uur geweest. We hebben nog maar één scanner nodig. We hebben nog één scanner. Is er ergens nog één scanner vandaan te halen? Nee, oponthoud hè, onderweg. Oponthoud. Meneer had oponthoud onderweg. Ja, dat snap ik. En dat begrijp ik. En dat is jammer. Maar wij hebben hier geen scanners meer. Waar zijn de scanners nu naartoe gegaan dan? Naar de overkant. Dus daar hebben we misschien nog mazzel? Nee, 6 uur is 6 uur. Dus deze meneer hoe laat is het nu dan? Het is 2 minuten over 2 minuten, ja. Spijt me heel erg. Maar ik kan u niet helpen. Nee, oké. Okay. Ja, een teleurgestelde meneer, denk ik. Inderdaad. Toch? Ja. Kut. Ja. Hij is trots. Zomaar te zeggen, toch? Ja, ik kan u echt spijt me. Op het hout, hè? Ja, maar je helpt mensen onderweg. Ik help mensen onderweg. Ja, dat snap ik. Ja. Maar soms moet je aan jezelf denken. Die mensen hebben ook een verantwoordelijkheid. Nee, maar mensen kunnen soms niet meer. Hè. Maar nee, joh, het, ja, maar ja, prima joh. Volgend jaar doe ik het opnieuw. Ja? U valt er in ieder geval sportief op. Maar kijk, het wordt wel geknuffeld. Dat wordt zeker gewaardeerd. Oh, wat een emotioneel moment, Jessica. Ja, deze meneer is zo mooi. Deze meneer zegt, ik heb mensen onderweg geholpen. Ja. En dat heeft me misschien deze 2 minuten gekost. Ja, dat kost 5 minuten, joh. Maar dat geeft niet. Ik heb de mensen geholpen, dat geeft mij een onwijs goed gevoel, joh. Doe het volgend jaar gewoon weer, joh. Ja. Fantastisch. Ja. Fantastisch. Ja, dankjewel. Dankjewel. Nou Jessica, dit was hem voor dit jaar. Ja, dit was wel een heel bijzonder jaar hoor, 150 keer hè. Dat is al heel erg veel en ik moet wel zeggen, de week is voorbij gevlogen. Het weer was fantastisch, de sfeer was uitbundig. En het wandelweer was op vandaag een klein beetje na perfect. Wandelweer. Wandelweer 2 tot 3, 24 graden. Vandaag een graadje of 20. Dat is prima. Om en nabij. En ook zo'n beetje een klein buitje kan er af en toe best bij. Kijk, het heeft de sfeer niet gedrukt. Iedereen doet nog een nadrankje, dus dat is alleen maar mooi. Ja, het was echt geweldig hoor. Dit was hem op RS7. Namens ons, namens alle medewerkers. Namens iedereen die mee hebben gedaan voor en achter de schermen. Wat we niet moeten vergeten is om iedereen te bedanken die heeft aangemoedigd. Ja, dat wel. En ook niet alleen overdag hè. 'S Avonds in de stad, de sfeer. De manier waarop we alle lopers hebben geholpen. Hoop om er doorheen te trekken. Dat was fantastisch. Dat heb ik met z'n allen gedaan, denk ik. We zijn gewoon één grote familie. Iedereen, alle mensen. Toch? Ja. En volgend jaar weer? Ja, bloed en tranen. Dankjewel. Was fijn. Tot volgend jaar. Doeg.